visueel of in de ervaring. Ik weet veel. Wij gaan het in Moois hebben over boeken. Over mooie zinnen, over punten, over komma's, over plaatjes. Want het vermaarde lezersfeest in de bibliotheek komt er weer aan. En daar wordt ook bekendgemaakt wat het beste en mooiste Rotterdamse boek van het jaar is. En dan hebben we twee categorieën, fictie, non-fictie. Dat is fictie. Ik heb hier de... Nee, dit is de non-fictie. De non-fictie. Rotterdam Hooligan. Ik wilde niet zeggen, maar mijn mond praatte zich voorbij. Nou, u hoort het. Gehavende stad. Jij kent ze uit je hoofd, hè? Ja. Ik ben wel een vakvrouw, hè? Ja, best wel. Nou. Onkruid. Daar gaan we mee praten, deze mevrouw. Boerenwormkruid. Boerenwormkruid. Het zit liever hier bij een shop. Kijk. Ja. Wat heb je met onkruid? Ik heb een tuin en ik hou van wilde planten. Mijn hele leven al. Dus het is steeds de afweging, is het onkruid? Of ga ik het kweken? Is het een plant van waarde? Of wil ik hem weg? Want onkruid ziet er ook vaak mooi uit, toch? Ja, gewoon. Heel mooi. En de berenklauw noem ik even. Ja. Prachtig, een ramp. Ja. Als je hem hebt op een klein stukje waar je hem niet wil. Kun je er blaren van krijgen. Het is een beetje giftig en zo. Het valt wel mee. Het valt wel mee. Wij hebben ongeveer 100 mensen gevraagd wat hun ergste onkruid was. En daar kregen we hele verrassende verschillende verhalen over. Dit was toevallig mijn buurvrouw op de volkstuin. Zij zei gelijk, dit is mijn ergste onkruid. Maar dit is ook een distel die je in het voorjaar kunt eten, de jonge scheuten. En hij bloeit heel prachtig. Dus als je hem in een boorder hebt, kan het weer een sierplant zijn. Dus het is continu die afweging, wat is om en wat is kruid. Ja, ben je specialist ook? Dus als ik hier rondloop... Nou, inmiddels wel geworden natuurlijk, ja? door dat boek. Beschrijf eens, wat staat er hier al? Dit is, wij noemen het wilde rucola. Kun je ook eten? Ja, zandkool. Heerlijk. Ja, ik zou het niet van hier eten, nou, maar... Je weet niet of ze hier staan ze eroverheen te pissen natuurlijk. Ja, je ruikt het misschien al. Ik noem de vanillefabriek, de Kuip. En hier op de achtergrond de Maassilo. Die zijn ontworpen door Brinkman en Van der Vlucht. We hebben het over 1928, zoiets. En Joris Molenaar die heeft een prachtig boek gemaakt over deze architecten. Kijk, de vanillefabriek. Prachtig. Joris, vooruitstrevende architecten. Jazeker, ze geloofden in de mogelijkheden van de nieuwe techniek die de mens zou bevrijden van alle last die de 19e eeuw nog met zich mee had gebracht. Waarom is de Kuip qua gedachte goed? Nou, omdat het een oer-Hollands en oer-Rotterdams gebouw op Zuid is. Want eigenlijk het soort staalconstructie waar dat van gemaakt is, waren dezelfde staalconstructies die hier in de haven werden gebruikt voor de overslag van steenkolen bij de steenkolenhandelsverenigingen. En dat was ook weer de onderneming van Van Beuningen die het stadion weer mee heeft helpen realiseren met zijn gelden. En die emotie is veel meer dan alleen vorm, maar wat aan vorm er bijzonder aan is, dat is dat dat stadion ja, niet zo'n zwaar betonnen geval is, maar een heel licht rank staalconstructie is die zelfs meeveert. En waar je voelt het! Ja, waar je heel die beleving natuurlijk hebt van met z'n allen. Die strijd aangaan. Dat is jouw boek, hè? Ja, ik vind het echt, daar hou ik van. Ik hou sowieso van architectuur. Maar deze jongen en deze twee architecten, prachtig. En dan hebben we nog? Dan hebben we nog Report Rotterdam. Report Rotterdam. En wat is dat voor boek? Dat is een fotoboek. Freek van Arkel heeft heel veel mooie, poëtische, mythische, spannende foto's gemaakt in de haven. Daar gaan we ook mee praten. Ja. Die foto die is al zo vaak gebruikt. En dan weer als luchtverontreiniging, maar het is gewoon mist. En wil je weten waar het is? Ja, eigenlijk vind ik dat je daar maar moet gaan puzzelen. Oké, gaan we dat doen. Het is ook echt mijn boek. Zij hebben dat samengesmolten, zij, de Ivo Zijlstra en Dirk van Wilde, hebben dat tot een prachtig geheel gemaakt. Kijk, Ivo Zijlstra, de vormgever van het boek, is vooral ook de samensteller van het boek. Ik kan dat boek zelf niet meer samenstellen. Je denkt, nou, je weet niet meer in welke richting je daar met je beelden om moet gaan. Je bent zo subjectief, je bent zo
gehecht aan de beste beelden. Dirk van Wilde heeft 10 verhalen geschreven. En er zijn telkens ook rustpunten binnen die fotografie. Die verhalen zijn omgeven door zwart-wit beelden. En daarna gaan ze weer in een nieuwe cadans van beeldrijm. En dan komt het weer in een rustpunt terecht van zwart-wit beelden met weer een volgend verhaal. Het zijn de modernste containerschepen. Ja. Het lezersfeest in de Centrale Bibliotheek is op 9 november. Met Margriet de Moor, Philip Huff, Nelleke Noordervliet, Lucky Fons de Derde, Kees van Kooten, Saskia Noord, Arthur Chapin, Ayan Lubach, Roel de Jong en nog zo'n 2 dozijn anderen. En natuurlijk Ramzi Nasser, onze voormalige dichter des vaderlands en nu alweer op het toneel. Dat was in de wonderbaarlijke maand van bloesemingen en overvloed. Toen mijn borstkas opstoof als papaver, ribben in sierpennen uitwaaierden. Mij mijn magere taal openbrak, vergelijkingen vrat als vuur water. Ik schaamde mij diep naar polder gewoonte, in loden jas tussen druppel en wind, ongevoelig bij takken, struikgewas, doornen, had ik licht opgevat. Ik wreef haar in en doorzichtig, vernederend fonkelniezen kwam over mij. O wonder, daar ging ik. Men zou van minder uit schamen gaan, maar dit was mijn ziekte, baarlijke liefde. Ik zag hier allemaal boeken staan. Thomas Mann, Herman Hesse, Ernest Hemingway, Dr. Zhivago, Steinbeck, Sartre, Solzhenitsyn. Het is echt beul. Het houdt niet op. Nou zijn ze hier iets begonnen. Een leeszaal, ik weet niet precies wat. Maar je kunt boeken meenemen en dan kun je boeken voor terugkrijgen. Zoiets. Ja, dat is wel het idee. Goedemiddag. 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 Oh. Jack. Maurice. Dag Maurice. Heb je hier wat aan? Jazeker. Het is weer vooral over eten. Michelinster, over koken. Nou, daar hebben we ook een sectie voor met kookboeken. Dus maar als ik dit nou inlever... Ja? Wat krijg ik dan terug? Je krijgt er onze dankbaarheid voor terug. Maar vooral, we gaan ze opnemen in onze collectie en je gaat er andere mensen weer blij mee maken. Maar kan ik ook wat meenemen? Ja, dat mag ook nog. Zal ik je uitleggen hoe het werkt? Ja, heel graag. Ja, kijk, alle boeken die binnenkomen, die we krijgen, krijgen allemaal een label. Zodat ze opgenomen zijn eigenlijk in de collectie. En je kan gewoon door alle kasten heen gaan en kijken van, staat er iets moois tussen? Zie je iets moois? Dan neem je het mee naar huis. Ga je het lekker lezen. En tegen de tijd dat het uit is, kom je het of terugbrengen of als je het echt heel mooi vindt, dan mag je het ook houden. Ik kan gewoon een boek meenemen? Ja, je neemt het gewoon mee. En, en moet je dat melden aan jou of kan ik gewoon een boek pakken? En... Nee, je zoekt gewoon wat uit en je kan wel even tegen de gast en de gastvrouw zeggen van hey, ik heb wat moois gevonden, ik neem het mee. Maar het is wel zo aardig, ook gezellig, menselijk contact, maar het hoeft niet, het wordt nergens geregistreerd en je neemt het gewoon mee. Naast wat we gewoon eigenlijk altijd hebben, dus de boeken die je mee mag nemen, hebben we 5 kranten per dag. 3 Nederlandse, een Turks en een Chinese. Computers, wifi, werkplekken, dus dat is er gewoon altijd. En daarbovenop organiseren we gewoon allerlei activiteiten wat loopt van avonden rond gedichten, debatten. Gisteravond en dan zitten mensen hier zo in de rond? Hier gewoon beneden, dus we hebben een debat gehad met 100 mensen zo'n beetje. Dan zitten ze ook gewoon daar bovenin en een beetje op de trap. En, dus je kan nog even lekker een boekje komen lezen? Ja, zeker. Gewoon, ik zou niet in deze stoel gaan zitten, want de kans dat je in slaap valt is erg groot. Dus niet alleen de boeken, maar ook de kasten, de tafels, de computers, hebben we allemaal gehad. Wat we het zelf noemen eigenlijk is het een publieke ontmoetingsplek. In eerste instantie die dan draait om taal, literatuur en verbeelding. Waarom zet je hier dan computers in? Is dat voor mensen die thuis geen computer hebben? Ja, mensen die even wat op willen zoeken, informatie nodig hebben. Maar ook voor kinderen die er gewoon even een spelletje op komen doen. Dus als je een plan hebt... Als je een plan hebt waarvan je denkt... Ik wil een dicht aan, want ik wil mijn gedichten voorlezen bijvoorbeeld. Nou, neem contact op, maar hou er wel rekening mee. Je zal een groot deel zelf ook moeten doen. Want dat is wel hoe het hier werkt. Je moet het ook zelf doen. Ja. Als niemand wat doet, gebeurt er ook niks. En als je er energie in stopt, heb je hier een plek. Ja, en dit kan van alles zijn. Dat is het leuke van wat we hier doen. We weten zelf ook niet precies wat dit is. Gezellig hier, hè? Komen jullie hier vaak? Ik kom hier op vrijdagmiddag altijd, want dan ben ik eigenlijk gastvrouw. En wij doen samen, zij wil graag Nederlands praten.
Lees dus de zin voor. Kijk even. Even de bril op, want ja, zonder bril is het, gaat het helemaal niet. Anja, Kees en Jan gaan S met de term naar Schiphol. Schiphol? Ja. Ja. Hartstikke goed, complimentje. En ja, met beloofd. Nou, jij ook een complimentje. Wat leuk. En hij ook. En maar kom je hier zelf ook lekker een beetje voor de rust? Nou, niet voor de rust. Nee. Waarvoor wel dan? Nou, omdat ik het leuk vind om iets te doen te hebben. Nou, veel succes ermee. Hartstikke goed werk. Ga zo door, zou ik zeggen. Ik ga zo nu en dan naar de Schouwburg natuurlijk. Ik heb jou natuurlijk ook wel vaak gezien. Ja. Ik ga nou denk ik nog daar eventjes naar... Vreugde, tranen, drogen, snel. Nee, daar ben ik nog niet geweest, maar ik wilde wel naar... dat weet ik niet of ik daar nog heen wil. Maar ik wil wel naar... hoe heet het? Lang en gelukkig. Lang en gelukkig? Ja, hartstikke leuk. Met de kinderen is ook leuk. Ja, maar ik ga gewoon alleen. Nou, ook leuk. Zien we u daar. Zullen we tegenover elkaar gaan zitten? Dat is goed. Is dat het boek wat je wil lezen? Dan ga ik tol voor. Ga ik de krant van vandaag pakken? Ja. Ja, nou ja, zijn, Shakespeare, ja. Hè? Zijn of niet zijn. Kijk daarop, het bord. Die voorstelling. Vreugde, tranen, drogen, snel. Het gaat over een bruiloft, het gaat over sterven. Iedereen heeft een stukje verhaal. Soms wordt het verhaal verteld door middel van de cadeaus. Reclame maken voor jezelf is altijd een beetje gênant. Van nature ben ik helemaal geen drinker. Tegendeel, ik kan er zelfs helemaal niet tegen. Maar er is wel een middeltje voor. Neem een vrouw. Binnen de kortste keren zie je jezelf de eerste de beste kroeg binnenrennen. En je laat de mooiste flessen op de toog zetten. Met de onregelmatige, onvoorspelbare seksdrift. En al dat gepraat als je net even op de wc zit. Al dat gejen en dat gevit, dat alles anders moet, dat alles beter moet. Nooit meer even lekker zitten, nooit meer even een momentje voor jezelf. Behalve als ze slaapt. En daar hoort een drankje bij. Geweldig decor van Thomas Rupert. Rick van der Bos, een jonge schrijver. Iedereen ligt in de goot. Alleen sommigen die kijken naar de sterren. Het maakt niet uit of dat je wint of verliest. Dat maakt niet uit, je moet door. Anders dan anders. En daarom zou ik het heel prettig vinden, omdat ik hem heel goed gelukt vind, als ik kwam kijken. Ja, het begint natuurlijk al met van, waar gaat het boek over? En dan hebben we zo'n man, er wordt wel van gezegd, met een kop als een bolder. En die gaat, waarschijnlijk gaat hij je rondleiden. En dan hebben ze maatjes, die werkt hiermee samen. Je wordt er wel ingetrokken al. En een prachtig voorwoord van voormalig burgemeester Peper. Je hebt ook precies doorgehad waar het boek over gaat. En het boek gaat over de haven, over het beleven van de haven. Hoe het is om in die haven te zijn. Mensen gaan tegenwoordig aan de haven wonen. En kijken uit op dat gebied waar ze niet mogen komen. Nou, dat staat dan in het boek. Ja, kijk. Kijk, deze foto, dat je dan als een kleine jongen, zoals van de kameleon, ga je zo ver mogelijk naar voren op die boeg van dat kleine roeiersvletje in het donker in de Botlekkenhaven. En dan met gevaar dat je erin dondert. Maar goed, dat hebben we er dan voor over. En dan zoveel mogelijk foto's maken, want er moet er eentje scherp zijn. En deze man is een verkeersbegeleider. Hij is gewoon keihard zijn werk aan het doen, maar binnen het boek roept hij de hulptroepen op en dan gaan ze hoor, als een soort, weet je wel. Dus dan
krijg je al associaties die van er is wat aan de hand. Dus kom op jongens, we gaan. Het is heerlijk, zo'n schip. Als ik hiermee zou aankomen bij een opdrachtgever, hebben ze zoiets van ja, dat kan helemaal niet. Het, weet je wel, een beetje vieze rook en silhouet. Naargeestig, maar het is zo heerlijk. Volgens mij kwam hier een bakje aan met een blad met kopjes koffie, gewoon met de hoogwerker. Dus dan gaat dat gedoetje met die kraan, hup, gaat hij weer dwars, want dan past hij weer lekker in dat boek. Ja. Maar eigenlijk is het een kraantje van vroeger, van scheepswerf van Wild en Feyenoord. Er staan wel damen op, maar dat staat er overal op tegenwoordig. Maar ja, heel ouderwets toeleving. Het is niet, ja, Queen Elizabeth II. Heel de heiplaat liep uit, zo. In de dichte mist kwam zij aan. In 1990, geloof ik. Die is ook goed, hè, deze. Toen had ik hem mooi gecorrigeerd. Toen kwam ik ermee terug bij de vormgever. Toen zei hij van, hij is niet vies genoeg. Ik zei, oh ja, dat snap ik. Ja, hij was veel groener en denk ik, ja, zie je wel. Zo voor je. Dan leer je weer dat je foto's een beetje ruig en een beetje. Gewoon waar het over gaat. Niet alles maar strak trekken of. Nee. Ja, beter. Ja, je ziet hier, de ene kant is steen. En kijk nou wat hier allemaal groeit. Als je daar even niet veegt of er wordt helaas nog wel veel op de straat gespoten, dan zie je overal hoeken en gaten dat onkruid, zeker dat zaadonkruid. Overal. Wat ben jij nou eigenlijk van beroep? Je bent geen onkruiddeskundige, ben je nu geworden. Ja, maar ja, inmiddels wat ben je eigenlijk? Ik ben opgeleid als grafisch vormgever. Heb ik met heel veel plezier en passie ook jarenlang gedaan. Ik hou van boeken maken. Dus vandaar ook die boeken. Dus je hebt dit boek ook vormgegeven? Nee, dat weer niet deze keer. En ik keek als opdrachtgever mee bij de vormgever. Want ik ben een oude typograaf, dus het moet allemaal wel goed gespatieerd zijn. Hoe vind je het vormgegeven? Ja, lekker fris, lekker fris. Ja. Het is altijd leuk om. En heftiger als dat ik zelf zou doen. En dat, ik hou daar wel van. Ja. Want hoe gaat het met het onkruid in Nederland? Goed. Wordt niet bedreigd? Nou ja, er mag steeds minder gespoten worden. Maar wat moet je dan? Muffins met bietjes en zevenblad. Ik heb enorm veel zevenblad in mijn tuin. Ken je dat? Dat woekert. Ja. Het is een wortelonkruid, dus die gaat via zijn wortels. En dan gaat natuurlijk iedereen zitten kijken van hoe smaakt het? Hoe gaat die kijken naar de eerste hap? Ja. Ze zien er ook een beetje lelijk uit. En dat was ook niet erg voor de wilde markt. Want het is natuurlijk een wild cakeje. Hij ziet er wel mooi uit, vind ik zelfs. Ja. Nootjes? Ja, walnoot. Wat zo'n boek. Hoe lang ben je hier nou mee bezig? Nou, dit is de uitkomst van 20, 25 jaar... hobby eigenlijk, hè? Dus je hobby ook? Ja. Je ligt hier wakker van, echt. Als je niet meer slaapt, nou, ik droom er weer van. Ja, ik leef me daar ook wel in. Nee, het is begonnen al in mijn studie. En ik heb ook vrij vroeg, nadat ik architect ben geworden, al doordat ik hierover schreef, de gelegenheid gekregen om een van die villa's, directeurvilla's van Van Elle, te restaureren. En dus het is een combinatie. Enerzijds in onderzoek en je inleven en aan de andere kant ook mijn praktijk. Ja. En dat, ik voel me daar wel heel gelukkig door. Ja. En was je hier ook gelukkig van zo'n foto? Ja, die laat heel goed de realiteit van Rotterdam op sites nu zien. Waarbij natuurlijk de Kuip in zijn tweede versie, in zijn gerenoveerde versie al staat. En waarvan ik droom dat die in zijn opnieuw gerenoveerde versie gewoon de toekomst ingaat. Omdat ik het een fantastisch stadion vind om vooral in te blijven doorvoetballen. Hier zie je de overslag van de steenkolen in de zaak van Beuningen. En dan zie je diezelfde staalconstructies die in de Kuip zijn toegepast. Maar nu dan als heffers voor de steenkolen. En dit is de economische grondslag waaruit de groei van Zuid en ook het stadion eigenlijk is gefinancierd. Ja. Het is heel erg sfeer. En voor die hele Mattenesse weg hebben ze dus eigenlijk een partituur ontworpen. Die zie je in verschillende perspectieven ook al. Hè. Vroeg hoe of dat moest zijn, maar hier zie je dat. Een lange partituur, dus eigenlijk nog maar een schema. Een schema voor een paar honderd meter weg.
Maar dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar dat schema, maar dat schema dat kun je eigenlijk vergelijken met minimal music. Eigenlijk iets wat heel... Ja. En zo langzaamaan verandert en zo langzaamaan steeds weer anders. En daar zit een idee achter en dat zie je gerealiseerd op die foto. Want dan zie je het hier eerst helemaal horizontaal en dan verticaal. Hier bij het plein werd het verticaal, zie je? Ja, ja, ja. En dat is net die compositie. Ja. Dat is gewoon vergelijkbaar met muziek. Goed boek, man. Ja, dankjewel. Ja. Wat is dit dan weer? Dat is Huis Zonneveld. En dat is nu dan die museumwoning. Dat was een directievilla. En het voorbeeld van hoe men wilde dat de welgestelde niet de stad zou ontvluchten, maar dat de welgestelde midden in de stad ook gelegenheid kreeg om zich te vestigen. En daarom was er tegenover Museum Boijmans een parkje ontworpen voor witte villa's. En daar hebben Brinkman en Van der Vluchter 2 van kunnen bouwen. Als kleine jongetjes nou gek zijn op Coen Moulijn en op Johan Cruijff, ben jij nou gek op Brinkman en Van der Vlucht? Nou, ik ben, als personen weet ik het niet, want ik heb ze niet gekend en ze zijn heel vroeg overleden. In 1936 is Van der Vlucht al overleden, in 1948 Jan Brinkman. Er is weinig over de mensen bekend. Ik ken hun werken en daar ben ik natuurlijk wel gek van. Ja. Dat zijn jouw helden. Ja,